Goedemiddag. Welkom bij de webcast Polyneuropathie en niet-reguliere behandelingen. Mijn naam is Annemarie Klerks. Ik ben medewerker bij Spierziekte Nederland. Vanwege de coronamaatregelen is onze deskundige niet in de studio, maar via Skype aanwezig. We kennen dokter Janneke Hoeijmakers vooral als in dunne vezelneuropathie gespecialiseerde neuroloog in het Maastricht UMC+. Dokter Hoeijmakers, welkom. Waarmee bent u op dit moment het drukst? Ja, dank u wel voor de introductie en voor de uitnodiging voor deze webcast. Ja, het is natuurlijk een hele bijzondere tijd op dit moment met het coronavirus. En ja, daardoor heb ik verschillende werkzaamheden. De ene keer ben ik in het ziekenhuis om voor de zieke patiënt te zorgen. En de andere keer bel ik vanuit thuis patiënten. Ook bijvoorbeeld met beeldbellen om zo toch het contact te onderhouden. Omdat de zorg voor alle patiënten natuurlijk hartstikke belangrijk is, ook in deze tijd. We gaan het in deze webcast hebben over de reguliere behandeling bij polyneuropathie en vooral over de niet-reguliere behandelingen, het bewijs daarvoor, de veiligheid daarvan en over de samenwerking tussen reguliere en niet-reguliere behandelaars. U hebt heel veel vragen gesteld voor deze webcast en we zijn goed voorbereid. We hebben er veel van in de presentatie verwerkt. We hebben sommige vragen samengenomen en helaas kunnen we erg gedetailleerde of heel persoonlijke vragen niet beantwoorden, maar ze zijn soms wel heel belangrijk, dus we raden u aan die met uw eigen behandelaar te bespreken. Vorig jaar, 2019, hebben we in ons ledenmagazine Contact een artikel gepubliceerd over niet-reguliere behandelingen. Het was toen erg moeilijk daarvoor een deskundige te vinden. En gelukkig hebben we toen dokter Hoeijmakers daarvoor bereid gevonden. En ook vandaag werkt ze weer mee aan deze webcast. Dokter Hoeijmakers, waarom vindt u het belangrijk hieraan mee te werken? Nou, als neuroloog met aandachtsgebied spierziekte zie ik veel patiënten waarbij de aandoening eigenlijk niet te genezen is. Vaak is de symptoombestrijding de belangrijkste behandeling, maar schiet toch vaak tekort. En patiënten vragen dan aan mij van, heeft u nog een andere oplossing misschien? Of zijn er bepaalde behandelingen die ik nog kan proberen? En ze komen dan vaak met voorstellen waarvan ik eigenlijk ook niet zo goed weet of het werkt. En als reguliere arts schrijf ik die behandelingen niet zelf voor, maar sta ik wel open ervoor om er samen naar te kijken. Van of het misschien kan helpen en of het veilig is. En dat doe ik dan ook graag samen met de patiënt. En ik hoop dat andere zorgverleners dat eigenlijk ook doen. Ja, dat hoop ik eigenlijk ook. En dat bleek ook uit de vragen dat veel mensen daar behoefte aan hebben. Ja. Nou, vandaag hebben we het over niet-reguliere behandelingen bij polyneuropathie. Wat is polyneuropathie en welke soorten zijn er? Ja, polyneuropathie, dat betekent dat er een beschadiging van de zenuwvezels in het lichaam is. De zenuwvezels, dat is eigenlijk ook wel de bedrading van het lichaam. En hier op deze dia ziet u verschillende type zenuwvezels. Ze verschillen in dikte, in de aan- en afwezigheid van een isolatielaagje, dat is in het blauw. En daardoor hebben ze ook allemaal een andere functie. En op de volgende dia kunt u dan ook zien dat er verschillende soorten polyneuropathie zijn. Dus waarschijnlijk hebben de kijkers van deze webcast ook verschillende soorten polyneuropathie. Zo kan er onderscheid gemaakt worden in een beschadiging van de dikke zenuwvezels en de dunne zenuwvezels. En sommige mensen hebben helaas een beschadiging van allebei. Maar ook kan er onderscheid gemaakt worden in het deel van de zenuw dat beschadigd is. Bijvoorbeeld de kern, dat wordt axonaal genoemd. Of het laagje eromheen. En dan spreek je van een demyeliniserende polyneuropathie. Qua oorzaken kan een polyneuropathie aangeboren zijn. Dan heb je een erfelijke polyneuropathie. Maar het kan ook verworven zijn door een factor van buiten het lichaam. Bijvoorbeeld suikerziekte is een hele bekende oorzaak daarvan. En als je dan een polyneuropathie hebt, dan wil je eigenlijk de behandeling met name richten op de oorzaak. Maar helaas kan dat soms niet, bijvoorbeeld bij een erfelijke polyneuropathie of bestrijding. Op de volgende dia ziet u dan welke symptomen veel voorkomen en welke u zou kunnen bestrijden. Mensen kunnen last hebben van krachtsverlies bij een dikke vezelbeschadiging. Maar ook kunnen er gevoelstoornissen optreden, bijvoorbeeld tintelingen of een doofgevoel. Mensen ervaren vaak pijnklachten. En er kunnen ook autonome klachten voorkomen. En dat betekent dat de automatische processen in het lichaam niet helemaal goed gaan. Dus bijvoorbeeld de hartslag kan ontregeld zijn, maar ook de bloeddruk. Of mensen kunnen darmklachten krijgen. En dit is met name een symptoom bij patiënten met dunne vezelneuropathie. En wat je verder ook bij veel andere chronische aandoeningen ziet, en eigenlijk bij alle spierziekten in het algemeen, is dat mensen vaak klachten hebben van vermoeidheid en problemen met de stemming. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat daar ook aandacht wordt besteed bij de behandeling. Kunt u, voordat we het over niet-reguliere behandelingen gaan hebben, eerst nog iets vertellen over de reguliere behandelingen?
Ja, natuurlijk, want het is natuurlijk wel belangrijk dat je weet wat het verschil is tussen regulier en niet-regulier. En de KNMG, dat is de artsenfederatie in Nederland, die heeft daar een definitie voor bedacht, maar die is echt heel erg ingewikkeld. Maar samengevat komt het erop neer dat een reguliere behandeling is gebaseerd op resultaten van erkend wetenschappelijk onderzoek. En nu is wetenschappelijk onderzoek nogal breed. Je kunt overal wel een studie naar doen of een onderzoek naar doen. Maar het is belangrijk dat je goed gedegen onderzoek verricht. En als je dan kijkt naar de kwaliteit, is het beste onderzoek eigenlijk als je een behandeling vergelijkt met een nepbehandeling. En dan kun je bij pillen bijvoorbeeld denken aan een medicijn te vergelijken met een pil zonder een werkzame stof daarin. En wat dan extra belangrijk is, is dat zowel de patiënt als de arts die de behandeling geeft, of de onderzoeker, niet weten welke behandeling op welk moment wordt gegeven, zodat je zo eerlijk mogelijk kunt beoordelen of een behandeling effectief is en ook veilig is. Dus dat is eigenlijk, als je dat onderzoek hebt, dan kun je pas echt iets over een behandeling zeggen. En op de volgende dia ziet u bepaalde reguliere behandelingen voorbij een polyneuropathie. Hier gaat het om medicijnen. En voor mensen die nu aanwezig zijn met een KIAP, TVN of CEDP, die kunnen dat ook teruglezen op de expertisecentrum website als ze klikken op de stethoscoop, op dat plaatje. Daar staat uitgelegd welke behandelingen er zijn. We moeten één dia verder. Jullie kunnen elkaar niet zien, dus ik help daar even bij. Ja, dus het is een... Ja. Dat heb je met Skype. Ja. Ja. Dank je, zo is het goed. Ziet u nu de dia goed? Ja. Dus hier ziet u de medicijnen opstaan. Die je kunt gebruiken bij polyneuropathie bij mensen die pijnklachten hebben. De medicijnen die je geeft voor zenuwpijnen zijn anders dan standaardpillen. Wat normaal gesproken kun je bij pijnparacetamol of ibuprofen gebruiken. Maar voor zenuwpijnen weten we dat antidepressiva, dus middelen tegen depressies of tegen epilepsie, ook kunnen helpen. Meestal geef je dan een lagere dosering. Een nadeel is dat mensen vaak veel bijwerkingen hebben. Bijvoorbeeld sufheid of slaperigheid. Dus dat is toch wel erg vervelend. Ook kunnen opiaten voorgeschreven worden, dat zijn morfineachtige middelen. Maar ook dat zijn niet ideale medicijnen, omdat mensen vaak daar bijwerkingen van hebben of het zelfs verslavend is. Nou, deze therapieën kunnen gegeven worden door de huisarts, maar ook door de neuroloog of door een pijnarts van het pijnteam. En soms is het ook in overleg met elkaar. Op de volgende dia ziet u dan een ander type behandeling, want het is niet altijd zo dat pillen nou het beste zijn. Je hebt ook reguliere behandelingen die gericht zijn op het gedrag, een gedragsmatige aanpak. En het is wetenschappelijk bewezen dat cognitieve gedragstherapie hierbij effectief kan zijn. En cognitieve gedragstherapie, dat bestaat eigenlijk uit twee woorden. Cognitie, dat heeft te maken met de emoties die ervaren worden bij de klachten. Bijvoorbeeld als je pijn hebt, kan het heel erg vervelende emoties teweeg brengen. Of angst bijvoorbeeld. En gedrag is dat als je pijn hebt, kun je dat bijvoorbeeld gaan vermijden. Of als je geen kracht hebt, ga je ook bepaalde dingen vermijden. Maar als je die dingen dan aanpakt, die emoties en het gedrag, met cognitieve gedragstherapie, kan dat de kwaliteit van leven verbeteren zonder dat je echte symptomen oplost. Dus dat is wel heel erg nuttig. En dat kan ook in combinatie met de medicijnen van de eerdere dia. Verder kun je ook zelf iets aanpakken door online te gaan kijken naar bepaalde cursussen. Spierziekte Nederland heeft via de Spieracademie een mooie cursus voor omgaan met pijn online staan. Dus die zou je altijd nog even op kunnen zoeken om te kijken of dat wat voor u is. De behandelaars die bij deze therapieën betrokken zijn, zijn vaak revalidatieartsen, psychologen, psychiaters. Maar bijvoorbeeld ook een praktijkondersteuner van de huisarts kan hierbij hulp bieden. En dat is dan ook wel makkelijk, want dat is natuurlijk dichtbij. Op de volgende dia ziet u tenslotte nog de therapeuten die u vast wel kent, ook wel paramedici genoemd. Fysiotherapie kan helpen bij bewegen. En de ergotherapie eigenlijk bij alle dagelijkse dingen die je doet in het leven. En daarnaast kan die ook helpen om de energie wat beter over de dag te verdelen. Mensen krijgen helaas niet altijd de chronische vergoeding voor alle therapieën. Dat hangt er een beetje van af ook welk type polyneuropathie je hebt. Zonder krachtsverlies is er helaas geen chronische indicatie voor fysiotherapie. Maar ja, ook al kunnen mensen er baat bij hebben, ja, helaas is dat soms zo geregeld. Ja, dat is jammer. Dus samenvattend, bij reguliere behandelingen moet de werkzaamheid en de veiligheid zijn aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Erkend wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe zit dat bij niet-reguliere behandelingen? Ja, dat is eigenlijk het verschil met de niet-reguliere behandelingen. Dat daarbij dus of helemaal geen bewijs is met wetenschappelijk onderzoek of te weinig, of van onvoldoende kwaliteit. Dus dan is er wel wetenschappelijk onderzoek gedaan,
Maar dan hebben ze bijvoorbeeld niet netjes gecontroleerd met een medicijn met zonder werkzame stof bijvoorbeeld. Dus ja, de kwaliteit van het onderzoek is erg belangrijk. En dat kan best wel lastig zijn voor mensen die niet bekend zijn met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Want dan zien ze op internet bijvoorbeeld een studie verschenen. Maar als wij er dan naar kijken en toch wat kritischer zijn, ja, dan raden wij sommige dingen alsnog toch af. En we begrijpen dat dat lastig kan zijn. Ja, op de volgende dia ziet u dan dat wij ook wel eens over alternatieve geneeskunde of geneeskunde spreken. Geneeswijze spreken of complementaire geneeskunde of geneeswijze. Die woorden gebruiken wij liever niet, omdat ja, de behandeling niet echt een... Je weet nog niet of het echt een alternatief is of echt aanvullend is. En je weet ook niet of het nou echt geneest. Dat is juist wat je nog aan wilt tonen met het wetenschappelijke onderzoek. Dus dat is de reden dat wij nu een niet-reguliere behandeling noemen en ook deze webcast zo hebben genoemd. Op de volgende dia ziet u dan een hele rijk van voorbeelden wat niet-reguliere behandelingen worden genoemd. Ik zal ze nu niet allemaal los opnoemen, maar er komen er een aantal zo meteen in de presentatie terug, omdat er ook vragen over zijn gesteld waar ik wat meer op de details in zal gaan. En op de volgende dia ziet u een vraag die mij dan ook eigenlijk werd gesteld bij de kijker, door de kijkers vooraf. Ja, wat is uw visie dan? Hè? Moet je het dan maar niet doen als er geen wetenschappelijk bewijs is? Nou, zoals ik al eerder aangaf, vind ik het heel begrijpelijk dat mensen op zoek gaan naar andere oplossingen als de reguliere behandelingen tekortschieten. En wil ik daar graag over meedenken. Maar maak geen overhaaste beslissingen. Ga er verstandig mee om en maak belangrijke keuzes. En op de volgende dia ziet u dan de checklist staan, die u niet kunt lezen, dat is ook niet de bedoeling, die kunt u later nakijken, waarop staat welke stappen u het beste kunt doorlopen om een goede, afgewogen keuze te maken om het wel of niet te starten van een niet-reguliere behandeling bij polyneuropathie. En eigenlijk al die stappen komen zo meteen in de volgende dia's aan bod. Ja, op de volgende dia staat eigenlijk stap 1, allerbelangrijkste. Bedenk voor jezelf welk doel wilt u bereiken met de behandeling. Bedenk dat genezing echt heel erg onwaarschijnlijk is. Want als dat mogelijk zou zijn met die behandeling, dan zou het vast wel ook echt een reguliere behandeling zijn geweest. Bedenk welke symptomen u aan wil pakken. Dus die symptomen die ik eerder genoemd heb, wilt u zich juist richten op bepaalde symptomen zoals kracht of pijn? Of wilt u zich in het algemeen beter voelen, dat uw stemming wat beter is? Dat is goed om voor uzelf van tevoren even duidelijk te hebben. Op de volgende dia ziet u het eerste voorbeeld van een soort alternatieve, of alternatieve, dat zouden we eigenlijk niet zeggen, niet reguliere behandeling. Op zich is natuurlijk in de volksmond, we ze wel door elkaar, maar het is beter om van niet reguliere behandeling te spreken. De niet reguliere behandelingen kun je net als de reguliere behandelingen indelen in medicatie, gedragsmatige aanpak. En om te beginnen met eigenlijk de soort medicijnen, de pillen, capsules en druppels, krijg ik heel vaak vragen over cannabis, CBD en THC. De cannabisplant, daar komt de wiet en hash vandaan, de drugs die de meeste mensen waarschijnlijk wel zullen kennen. En daarin zitten de werkzame stofjes CBD en THC. Die lijken op stofjes die het lichaam zelf aanmaakt, maar zijn net een beetje anders. En die THC is een stofje waarbij je bij die drugs high van kunt worden en stoned van kunt raken. En dat is eigenlijk een stofje wat je niet wilt hebben in je medicijnen voor je klachten van de polyneuropathie. Die CBD, dat is een stofje dat die THC juist weer een beetje tegenwerkt. Dus als dat nou samen in een middel zit, is dat al iets beter. Maar het liefste wil je die THC er eigenlijk niet in hebben. Nou, er is al best wel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van deze middelen bij heel veel verschillende aandoeningen en ook bij pijn. Maar daaruit komt dan toch nog geen eenduidig antwoord. Het lijkt wel effect te hebben op met name pijnklachten, maar er zijn toch ook echt wel aanzienlijke bijwerkingen. Dus tot nu toe laat de literatuur het een beetje in het midden. Nou, dat klinkt dan alsof je het wel zou kunnen proberen, maar er zitten toch ook wel risico's aan verbonden. Met name als je andere medicijnen gebruikt, moet je heel erg oppassen. Want die medicijnen kunnen een wisselwerking hierbij hebben. Waardoor of je eigen medicijnen sterker of juist zwakker gaan werken. Of juist bijvoorbeeld die CBD nog veel harder gaat werken. Ja, en dat is natuurlijk wel iets waar je heel erg voorzichtig mee moet zijn. Dus overweegt u dit om te gaan gebruiken. Overleg dat altijd met een arts. Ja, en hou in het achterhoofd dat toch het bewijs voor de werking daarvan tot op heden erg zwak is.
Ja, als je dan verder gaat kijken naar dingen die je in kunt nemen, dan komen we bij de voedingssupplementen, vitamines, mineralen. Dat klinkt een stuk onschuldiger misschien dan de cannabis. En qua voedingssupplementen heb je bijvoorbeeld de PEA die vaak wordt genoemd. Ja, dat is eigenlijk een afkorting voor een hele lange ingewikkelde naam. De mensen die het gebruiken weten vast wel welke ik bedoel. Ik kan het helemaal niet uitspreken. Alfa-liponzuur is een middel wat mensen vaak gebruiken. En de acetylcarnitine is een van zo'n voedingssupplementen. Dat zijn eigenlijk alle drie stofjes die door het lichaam zelf ook worden aangemaakt, maar dan in een vele lagere hoeveelheid. En ook van alle drie de stofjes zijn er wel studies bekend waarbij was gekeken van doet dat nou iets op zenuwpijnen bij polyneuropathie. Van dat alfa-liponzuur is bij mensen met suikerziekte en polyneuropathie wel gevonden dat het wat kan helpen. En van die andere middelen ja, is dat eigenlijk heel erg onduidelijk en ja, wordt het daarom dus ook niet specifiek aangeraden. Dus ja, dat maakt het nog een beetje lastig. Tot op heden lijken de bijwerkingen gelukkig wel mee te vallen, dus dat is wel fijn om te weten. Dan vitamines. Vitamines klinken natuurlijk altijd goed, hè? Het gezond, eet veel fruit. Maar het is zo dat ja, een tekort is niet goed, moet je aanvullen. Maar te veel vitamines zijn ook niet altijd goed. En met name van vitamine B6 weten we dat dat schadelijk kan zijn voor de zenuwvezels. Daar kun je echt een polyneuropathie van krijgen. Dan kun je natuurlijk vitaminesupplementen innemen. Maar let even goed op als u dat doet. Ja, hoeveel erin zit. Daar staat altijd een hoeveelheid op, een percentage van wat je dagelijks nodig hebt. En als dat boven de 100 is, is dat niet slim. Dat heeft u niet nodig. Dus ja, let er altijd goed op. Probeer dat te vermijden. En let extra goed op met die vitamine B6, want dat moet u echt niet te hoog hebben. Dan nog mineralen. Soms zitten die ook in de vitaminepreparaten. En met name magnesium is een mineraal waarvan mensen zeggen van, nou, misschien kan dat wat doen bij polyneuropathie. Ook daar is wel eens naar gekeken in studies, maar is het bewijs er eigenlijk niet. Dus om het nou in te nemen om je polyneuropathie te verbeteren, dat zou ik niet aanraden. Nou, als we dan overgaan van de dingen die je in kunt nemen op de volgende dia, daar ziet u misschien iets wat aantrekkelijker klinkt. Je kunt ook zalfjes hebben of crèmes. En in Nederland is het zo dat medicijnen worden geregistreerd als ze goedgekeurd zijn door bepaalde instanties. Nu heb je twee van die zalfjes die ook echt geregistreerd staan. Capsaicinecrème, dat is de crème waar het rode pepertjes stofje in zit. Kan helpen tegen zenuwpijnen. En bijvoorbeeld lidocaïnecrème, dat is een verdovingscrème die eigenlijk niet specifiek voor polyneuropathie is, maar bijvoorbeeld door mensen met aanbijen wordt gebruikt. Nu zijn er ook tegenwoordig veel andere zalfjes en crèmes die op internet staan en die worden gebruikt. Waarbij fenytoïnecrème en amitriptylinecrème eigenlijk wel twee bekende zijn. Ja, fenytoïne dat is een middel wat je ook tegen epilepsie kunt gebruiken als je het in pillenvorm gebruikt. En amitriptyline is een middel tegen depressies. Nu, qua mechanisme denk ik dat dat zeker zou moeten kunnen werken. En er zijn ook al wel wat aanwijzingen voor in de literatuur. Maar als ik dat zo hoor, maak ik mij zorgen over ja, de hoeveelheid wat in die crème zit. Want hoeveel mag je dan smeren? Als je je hele lijf insmeert, ja, gaat dat wel goed. En ik heb dan een keertje overlegd met een apotheker in ons ziekenhuis. En die zei ook, kijk, het lijkt wel onschuldig dat je je huid gewoon insmeert. Maar het lichaam neemt dat ook een beetje op. Het gaat toch in de huid, in de bloedbaan. En dan weet je niet hoe hoog de spiegel in je bloed wordt. Dus dat ja, kan ook een veiligheidsaspect zijn, wat ja, wel belangrijk is om te onderzoeken. Gelukkig volgt er ook nog wetenschappelijk onderzoek hierna. Het UMC Utrecht, die gaat nu een studie doen met fenytoïnecrème bij mensen met een KIAP. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat wordt onderzocht. Want zoals ik al zei, ja, op basis van het mechanisme zou het heel goed kunnen helpen. Maar het moet natuurlijk ook veilig gebeuren. Dus ik hoop ja, dat dat positieve resultaten gaat laten zien. Dan op de volgende dia. Ja, dat heb ik net al een beetje gezegd. Wees altijd ja, bedacht op de wisselwerking met andere medicijnen die je gebruikt. Neem je iets extra's in, kan dat dan samen. Hè? En vraag dat altijd ook even naar bij je eigen arts. Verder kunnen medicijnen of dingen die je inneemt je rijvaardigheid beïnvloeden. Er is een hele mooie website voor. Dat heet rijveiligmetmedicijnen.nl. En daarin kun je eigenlijk alle reguliere medicijnen invullen en zien ja, wat voor invloed dat heeft op het rijden. Mag je bijvoorbeeld de eerste 2 weken geen auto rijden of helemaal niet? Ja, dat is daar te vinden.
En ook cannabis is daarop terug te vinden, omdat ja, in sommige gevallen dat wel ook echt voorgeschreven kan worden door een arts. Dus dat is iets ja, wat u altijd even na zou kunnen lezen. Buiten de dingen die je in kunt nemen, zijn er natuurlijk ook andere therapieën. Acupunctuur is een therapie die vaak wordt genoemd. Dat is een Chinese therapie die al heel erg oud is. Waarbij naaldjes op bepaalde plekken in het lichaam worden gestoken. Er zijn heel veel verschillende methodes. Soms is het dus in het lichaam, soms in de oren. Ja, dat verschilt een beetje per type. En ja, er zijn ook best wel wat wetenschappelijke studies naar verricht. Er zijn wel aanwijzingen dat het een positief effect heeft. Ook nog niet helemaal keihard. Maar in ieder geval ja, lijken er geen grote nadelen te zijn. Dus het valt wel te overwegen om dat eventueel te proberen. En het voordeel is dat het ook soms wordt vergoed door de verzekering. En wat hierbij belangrijk is, is dat je wel voor een behandelaar kiest die ook bij een beroepsvereniging is aangesloten. Want dan weet je ook ja, dat de kwaliteit eigenlijk het beste is daarvan. Dan andere therapeuten. Ja, de reguliere therapeut had ik al genoemd. Fysiotherapeut, ergotherapeut. Maar ja, er zijn ook een heleboel andere therapeuten. Die door mensen werden genoemd, waren chiropractors, osteopaat, mesoloog, kinesioloog en voedselreflextherapie. Chiropractor, dat zijn ook wel de therapeuten die mensen misschien kennen van het kraken. Met het duwen op bepaalde lichaamsdelen kun je een behandeling uitvoeren. Een osteopaat heeft ook bepaalde handelingen waarbij met de handen een behandeling wordt uitgevoerd. Bij een mesoloog, dat ken ik zelf om eerlijk te zijn eigenlijk niet. Daar komen verschillende therapieën in samen. Dat kan een soort oosterse genezing zijn, maar ook bepaalde medicijnen kunnen gebruikt worden om de mens eigenlijk als één geheel te zien. De kinesioloog die kijkt naar bepaalde energie in het lichaam en probeert het in balans te brengen. En bij de voetreflextherapie worden drukpunten in de voeten gebruikt voor de behandeling. Nou, eigenlijk zitten daar geen grote risico's aan al deze behandelingen. Alleen als neurologen zijn we altijd een beetje bang voor het kraken van de nek. Als dat wordt aangeboden, ja, doe dat liever niet. Want in de nek ja, lopen toch belangrijke structuren. En bij kraken kan er iets beschadigd worden. Dus pas daar in ieder geval goed voor op. Nou, dan meer bij de standaard oudere behandelingen. Daartegenover staan ook de nieuwere dingen. Misschien heeft u wel gelezen over een nieuwe methode met een virtual reality bril. Dat is ja, zo'n bril die je opzet waar een film in afgespeeld wordt. En dat u het gevoel heeft alsof u echt in die ruimte bent. Of u echt daar aanwezig bent. En een groep uit het noorden van het land, die hebben een soort film gemaakt. Waarbij uitleg wordt gegeven over het zenuwstelsel en over pijn en hoe dat tot stand komt. En dan kun je zelf die pijn als het ware wegschieten. En het blijkt ja, dat je het daardoor beter gaat voelen en dat je de signalen uit je lichaam anders gaat interpreteren. En dat is eigenlijk dus een hele mooie oplossing, want ja, er kan niks gebeuren verder. Je voelt je wel beter daarna. En dat wordt nu ook verder onderzocht. Dus ik denk dat dat ja, toch echt wel iets heel moois zou kunnen zijn. Dat is wat je allemaal vertelt over de veiligheid en het effect van niet-reguliere behandelingen. Die dingen staan in de checklist. En ook welk doel je wil bereiken met de niet-reguliere behandeling. Dat soort dingen vindt u in de checklist die onderaan de pagina te vinden is. Ik vraag me af, dokter Hoeijmakers, of de vergoeding door de ziektekostenverzekering ook iets zegt over de effecten en de veiligheid van een behandeling niet-regulier. Ja, want zoals ik net al kort even aankaartte, is dat bijvoorbeeld voor acupunctuur dat soms de ziektekostenverzekering dat vergoedt. Vaak kun je kiezen voor een aanvullend pakket bij je ziektekostenverzekering, waarbij zij zeggen dan wel echt alternatieve geneeskunde wordt vergoed, dus de niet-reguliere behandelingen. Wat daarbij ook voor geldt, is dat zij kiezen dan voor behandelaars die bij een beroepsvereniging zijn aangesloten. Dus zij zeggen, kijk dat altijd eerst na, hebben ze hun diploma's voor die behandelingen, dan gaan ze meestal wel akkoord. En in andere gevallen raad ze toch aan om op zoek te gaan naar een andere behandelaar. Nou ja, het effect en de veiligheid van die behandeling, ja, de veiligheid is daarmee wel gewaarborgd. En het effect, ja, dat blijft een beetje zoals ik net zei, hè, voor de niet-reguliere behandelingen, is het effect gewoon nog niet 100% zeker, maar ja, het valt te overwegen in ieder geval. En als we daar eigenlijk op doorgaan, hè, op geld en financiën,
Dan is de belangrijkste vraag, bent u ervoor verzekerd? Maar ook andere dingen kunnen iets kosten, zoals tijd kan het kosten. Hoe vaak moet u voor die behandeling ergens naartoe, of hoe vaak moet u behandeld worden? Hoe lang duurt zo'n behandeling? En ja, waar gaat u die behandeling doen? Hè? Moet u daar heel ver voor rijden? Dan kost dat veel geld, tijd en energie. Of kunt u het gewoon thuis doen of op de hoek? Dat zijn wel dingen die u mee moet nemen in uw afweging om te kiezen voor een niet-reguliere behandeling. Want ja, de voordelen moeten wel opwegen tegen de nadelen. Dus ja, dit is ook echt goed om over na te denken. En het wordt ook in de checklist genoemd. En dan op de volgende dia ziet u waar u nog meer over na moet denken. Bedenk vooraf wat u gaat doen als de behandeling toch niet het effect heeft wat u van tevoren had gehoopt. Ja, bespreek dat ook met die behandelaar van, goh, is het mogelijk om mijn behandeling eerder te stoppen? Stel dat ik bepaalde supplementen inneem, mag ik die ineens stoppen of moet ik die afbouwen? Is dat een optie? En bedenk ook, wat is een reden om te stoppen? Is dat alleen maar als u geen effect merkt? Is het als u bijwerkingen ervaart? Of zijn er misschien nog andere redenen? Maar ja, heb dat goed voor uzelf in kaart voordat u hiermee start. Ja, dan tenslotte op de volgende dia, ja, ziet u het fotootje wat in contact stond bij het stuk ja, wat was geschreven over de niet-reguliere behandelingen. En eigenlijk is mijn conclusie, ja, start, als u wilt starten, start dan heel goed voorbereid. Want baat het niet, schaadt het niet, wat veel patiënten tegen mij zeggen als ze een behandeling suggereren. Ja, dat gaat dus helaas niet altijd op, want er zitten toch nog soms wel risico's aan behandelingen. En denk daar gewoon van tevoren goed over na. Nou, ontzettend bedankt. Ik vind het knap hoe dit ging, terwijl u niet de dia's kon zien. Dat ging fantastisch. We gaan over naar de vragen van de kijkers. Als u nog vragen wilt stellen tijdens de uitzending, vooral doen. Maakt niet uit als u een stukje mist. U kunt het altijd nog weer later terugkijken, deze webcast. Stelt u vooral uw vragen tijdens de uitzending. Achteraf, dan kunnen we er niks meer mee. Ik ga er gelijk mee beginnen, eentje die binnengekomen is. De behandeling met een morfinepomp. Ik heb al meerdere keren aan jullie aangegeven, ook op het congres, dat ik nu al 5 jaar een inwendige morfinepomp heb gekregen van het Antonius Ziekenhuis uit Nieuwegein. Daar wil ik graag meer van weten. Ja, want morfine, dat valt dus onder de opiaten, wat ik heb genoemd bij de niet-reguliere medicatie, of bij de reguliere medicatie bedoel ik. Ja, dat kan helpen tegen zenuwpijn en ook bij pijnen bij polyneuropathie. Ja, het hebben van specifiek een pompje, dat is natuurlijk weer een stap verder. Huisartsen en neurologen zullen dat niet snel voorschrijven. Waarschijnlijk is deze persoon bij een pijnteam geweest en soms kunnen die keuzes worden gemaakt. Misschien is dat niet meteen de standaard behandeling, maar ja, kan het toch voor mensen effect hebben. Maar daarbij geldt ook weer, ja, iedere persoon, iedere patiënt is anders. Dus ja, zal daar vast een weloverwogen beslissing zijn gemaakt om hiervoor te kiezen. Ja. Wat kan infrarood licht betekenen voor de zenuwpijn? Ja, infrarood licht, dat is eigenlijk ja, een bestanddeel van zonlicht. Hè? En dan is het dat deel wat zorgt voor de warmte. Ja, infrarood kennen we vaak bij de behandeling van reumatische aandoeningen. Dat mensen in zo'n cabine gaan zitten of voor bepaalde huidaandoeningen. Ook voor polyneuropathie, met name bij suikerziekte, zijn al wel studies verricht om te kijken of dat effect zou kunnen hebben. Ja, tot op heden komt dat er nog niet echt uit naar voren. Wat ik me wel voor kan stellen, met name bij de dunne vezelneuropathie patiënten die ik spreek, is dat sommige patiënten gewoon ervaren een goed effect van warmte te hebben. Ja, dat zij zich hierbij prettiger voelen. Dus ja, dan is dat altijd een optie om dat te proberen. Maar hard bewijs is er in ieder geval nog niet voor. Een bemerkussen, is dat aan te raden? Ja, om eerlijk te zijn, want deze vraag is van tevoren ingediend, wist ik zelf niet zo goed wat een bemerkussen was. Dus heb ik dat eventjes opgezocht. En dat is wat ik ook wel, ja, vaker doe als mensen mij vragen of een bepaalde therapie helpt. Hè. Dan ga ik het opzoeken om te kijken van, nou ja, heeft dat nut of niet. Hè. En ja, het blijkt dat dat voor een bepaalde afkorting staat, bemer. En dat staat voor bio-elektromagnetisch energieregulatie. Nou, hele mond vol. En zo'n kussen geeft dan een bepaalde magnetische straling, wat ja, aangrijpt ja, volgens de kenners ja, op de kleine vaatjes eigenlijk. Dus daar heeft dat dan invloed op. En dat zou kunnen helpen bij verschillende chronische pijnaandoeningen met name. Daar zijn ook wel wat studies over verricht. Over studies met polyneuropathie kon ik tot op heden nog niks vinden. Dus ik denk dat dat toch nog iets is voor de toekomst om uit te zoeken. Maar vooralsnog, ja, is dat hiervoor nog niet specifiek onderzocht. Nee. Een vraag die net gesteld is.
Ik heb zowel Kiab als chronische Lyme en heb net voor de coronacrisis 14 door procaïne-injecties ondersteunde acupunctuurbehandelingen als pijnbestrijding achter de rug. Maar inmiddels komt de pijn in mijn benen en onderrug weer terug. De neuroloog heeft nu als vervolg hierop aangeboden dat ik op de pijnpolie een 24 uur infuus per infuus verstrekte lidocaïnekuur kan ondergaan. Hoe zijn de ervaringen met procaïnekuren als pijnbestrijding? Ja, dat is een goede vraag. Zelf heb ik daar geen ervaring mee, om eerlijk te zijn. Ik heb wel eens gehoord inderdaad dat mensen daar baat van hebben ondervonden. Maar zowel voor de procaïne als de lidocaïne infuse geldt, ja, dat dat niet echt een standaardbehandeling is. Er zijn in het algemeen geen standaard protocollen voor. Maar dat verschilt wel een beetje per pijnkliniek. Dus ik weet dat sommige pijncentra dat toch wel eens geven. Omdat ze daar wel baat bij zien. Maar ja, als je ook dat op wetenschappelijk niveau bekijkt, ja, is dat nog niet heel duidelijk aangetoond. En met name wat daarbij speelt, ja, is dat de veiligheid toch wel een belangrijk aspect is. Dit soort middelen die grijpen aan op bepaalde zoutkanaaltjes. En ja, daarbij kun je ook bijwerkingen krijgen, bijvoorbeeld van het hartritme. En dat is waarom sommige artsen toch wel huiverig zijn om dat te starten, omdat ze bang zijn dat je daar complicaties van kunt krijgen. Een vraag die eerder is gesteld: zijn er mogelijkheden om via elektrostimulatie zenuwen te stimuleren? Deze vraag ging over HMSN, maar we kunnen naar alle polyneuropathieën kijken. Ja, want HMSN is een van de erfelijke polyneuropathieën. En elektrostimulatie, daar heb je verschillende soorten van. Een bekende is bijvoorbeeld de TENS. Dat is een apparaatje waarbij je plakkers opdoet op het lichaam. En dat kan tot pijnverlichting zorgen en ook de spieren ontspannen. Maar ik weet niet zo goed of deze persoon misschien bedoelt, als je nou de zenuwen zelf elektrisch zou stimuleren, of dat ze ook beter zou kunnen maken. Nou ja, dat verwachten we eigenlijk niet, want die zenuw is beschadigd en die zal er niet van herstellen. Maar je kunt het dus wel in andere vormen, zoals die TENS, gebruiken eventueel tegen pijnklachten. Ik zou graag willen weten of dry needling helpt. Ja, dry needling, dat is dus ook iets met naaltjes, maar het is niet hetzelfde als acupunctuur. Dus bij acupunctuur krijg je op verschillende plekken in het lichaam naaltjes toegebracht. En bij dry needling, wat vaak door standaard fysiotherapeuten in Nederland wordt uitgevoerd, wordt er op zoek gegaan naar bepaalde trigger points. Dus bepaalde punten die pijnlijk zijn, vaak waar er ook een wat hardere plek in de spier voelbaar is. Daar wordt dan een naaltje in geplaatst en dat geeft dan verlichting. Of dat nou specifiek ook voor mensen met polyneuropathie verlichting geeft, dat is nog niet onderzocht, dus dat is onbekend. Dus ja, dat is nog een beetje de vraag en zal de toekomst uit moeten wijzen. Ik zie een woord dat ik niet zo goed heb. Een buprenorfine pleister. Mm-hmm. Heeft dat zin? Ja, die valt ook onder de categorie van de morfineachtige middelen. Dus dat zijn medicijnen die regulier kunnen worden voorgeschreven door artsen. Het zal tot pijnverlichting kunnen leiden. Maar zoals ik al zei, we zijn eigenlijk niet zo heel erg een fan van de morfineachtige middelen. Vanwege de verslaving die erbij op kan treden, vanwege de bijwerkingen. Omdat sommige mensen steeds meer nodig hebben. Maar bij sommige mensen is er geen andere oplossing en komen ze er toch aan. En daarbij geldt ook weer, maak een weloverwogen beslissing samen met uw eigen arts daarover. Kan spierpijn in kuit en zijkant been ook bij neuropathie horen? Ja, met name eigenlijk bij de polyneuropathie, waarbij de dikke zenuwvezels beschadigd zijn, kun je spierklachten krijgen, omdat die dikke vezels die sturen de spieren aan. En we weten dat als een zenuwvezel dan beschadigd is, dat die spier daar ook hinder van ondervindt. Mensen kunnen met name spierkrampen krijgen, maar ook wel spierpijnen dus. Dat zou kunnen, maar het is natuurlijk ook altijd goed om te bedenken of je niet ergens anders vandaan zou kunnen komen. Prima, ja. Hoe belangrijk is voeding? Kan ik koolhydraatarm dieet bijvoorbeeld volgen? Ja, dat is natuurlijk ook iets wat steeds meer onder de aandacht is in het algemeen, hè, voeding. Wat is de invloed van voeding op de gezondheid? Daar zijn de boeken ook nog niet over gesloten en wordt veel onderzoek naar gedaan. Sommige patiënten zeggen ook dat ze ervaren als ze juist veel koolhydraten hebben gegeten, dat ze daarna meer klachten hebben. En als ze het mijden, dat het juist beter gaat. Het zou eventueel kunnen, hè. In theorie kun je daar ook wel wat mechanismes voor bedenken, waarom het de werking van de zenuwen zou beïnvloeden. Maar ook dat is nog niet onderzocht. Dus ik zou wel voorzichtig zijn als je hele extreme diëten zou willen gaan proberen.
En doe dat dan het liefste in overleg met een diëtist. Die kan kijken of je nog steeds de goede voedingsstoffen binnenkrijgt. En dat uw dieet nog wel goed in balans is. Want het is ook niet de bedoeling dat u daardoor tekorten op loopt van het een of het ander. Nee. Ik heb begrepen dat vitamine B12 injecties kunnen helpen bij pijn. Tegen de pijn. Wacht even hoor. Bij axonale polyneuropathie. Sorry, de woorden stonden een beetje door elkaar. Dat gebeurt als je snel intypt, dat geeft niks hoor. Ik krijg deze injecties nu 2 keer per week sinds 2,5 jaar, maar heb soms wel wat minder pijn. Mm-hmm. Maar komt de pijn weer terug? Helpt B12 wel of niet? Wij adviseren zelf vitamine B12 eigenlijk alleen maar als er bij mensen een aangetoond vitamine B12 tekort is. Want als er een tekort is, weet je dat dat een polyneuropathie kan veroorzaken. Zowel een dikke vezelneuropathie als een dunne vezelneuropathie. En we weten dan ook, als je het dan toedient via injecties of via pillen, dat dat verlichting van de klachten kan geven. Soms niet volledig, maar soms ook wel. En dan is altijd weer de vraag hoe lang je het door moet blijven gebruiken. Maar dat kan dus helpen inderdaad. Bij mensen waarbij geen vitamine B12 tekort is aangetoond, vraag bij ons af hoe zinvol dat is, omdat we daarbij de relatie eigenlijk niet weten tussen het toedienen van B12 en het verhelpen van de klachten. Dus in dat geval zouden wij het afraden. Wat is u bekend over het verband tussen IC-opname en polyneuropathie? Denk aan post-IC-syndroom, waarin polyneuropathie expliciet wordt genoemd. Ja, dat kan als mensen op de IC hebben gelegen. En met name als ze daarbij heel erg ziek zijn geweest. Dus als ze bijvoorbeeld beademd hebben moeten worden. En sommige organen even extra hulp nodig hebben moeten krijgen van de dokters. Dan zien we ook dat er een acute polyneuropathie op kan treden. En waarbij ook de spieren mee kunnen doen. Wat we dan zien is dat mensen heel slap zijn in de armen en de benen. Maar eigenlijk is dat wel een polyneuropathie die in het algemeen langzaam weer herstelt. En daar hoef je dan dus geen specifieke medicijnen of iets dergelijks voor te geven. Maar is met name revalidatie en therapieën heel erg belangrijk daarbij. Maar dat is wel een bekend verschijnsel wat we echt vaker zien in het ziekenhuis. Ja. Waarom zijn er geen reguliere geneesmiddelen? In plaats van bijvoorbeeld antidepressiva, is er te weinig onderzoek? Is er te weinig bekend? Ja, dat is misschien ook een beetje het punt hoe je die pillen noemt. Hè? Want je kunt iets een antidepressivum noemen, maar je kunt ook iets een neuropathische pijnstiller noemen met een moeilijk woord. Dus een zenuwpijnstiller. Want eigenlijk is dat middel het allebei. In een bepaalde dosering werkt het dus goed tegen de zenuwcellen in het hoofd, tegen die depressies. En in een bepaalde dosering werkt het goed tegen de zenuwcellen, eigenlijk in de rest van het lichaam die niet goed functioneren. Dus om nou te zeggen dat dat niet een specifiek medicijn is, dat is denk ik niet helemaal eerlijk. Wel ben ik het ermee eens dat die medicijnen allemaal niet zaligmakend zijn. Ze lossen meestal niet de problemen 100% op. Veel bijwerkingen, zodat ik eerder aangaf. En dat is wel een reden waarom er veel onderzoek wordt gedaan. Wij zelf in Maastricht doen dat voor dunne vezelneuropathie. Maar dat zal ook waarschijnlijk wel voor mensen bijvoorbeeld met een KIAP ook van waarde kunnen zijn als zij pijnklachten hebben. En wat we eigenlijk proberen is dat we wat gerichtere medicijnen kunnen ontwikkelen. Dus die specifieker eigenlijk alleen maar die zenuwcellen in de armen en de benen behandelen. En dus niet de hersencellen, zodat je die bijwerkingen daar niet van hebt. En soms lijkt het misschien alsof de onderzoekswereld stilstaat. Maar onderzoek gaat helaas gewoon vrij traag, omdat er heel veel veiligheidsaspecten in zitten. Er moet heel veel getest worden. En dat maakt soms dat mensen denken dat er weinig gebeurt. Maar op de achtergrond zijn we er toch wel druk mee bezig. Als DVN'er merk ik dat een constante luchtdruk en lage luchtvochtigheid en een temperatuur van tussen de 18 en de 28 graden of meer bij mij bijna geen pijn meer geeft. Wat is daarvoor de verklaring? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar die verklaring, die durf ik niet zomaar te geven. Dat is lastig om te zeggen. Maar wat ik wel belangrijk vind aan deze vraag is dat deze persoon dus heeft gemerkt dat als hij een bepaalde omstandigheid opzoekt, een bepaalde temperatuur, een bepaalde omgeving, dat hij dan minder klachten heeft. En dat hoor ik wel eens vaker van mensen die zeggen van nou, als ik dit doe, dan heb ik minder klachten. Of als ik dit laat, heb ik minder klachten. Ik denk dat het heel belangrijk is om dan dat soort dingen ook op te gaan zoeken. Hè? En te kijken van hoe kan ik zo vaak mogelijk in dat soort situaties zijn.
En om eventueel deze kennis met andere mensen te delen, want misschien hebben andere mensen daar ook nog wel wat aan. Ja. Mooi bruggetje naar de volgende vraag. Het belang van regionale lotgenotenpraatgroepen. Ja, nou dat lijkt mij zeker heel belangrijk. Ik denk dat ervaringen delen met elkaar heel goed is. Bedenk wel altijd dat iedere persoon heel anders is natuurlijk. Hè? En ook dingen anders ervaart. Soms een andere belevingswereld heeft. Dus ja, heb wel respect voor elkaar, hè, wat iedereen zegt. Maar ik denk dat je er zeker veel aan kunt hebben. En zowel op het gebied van behandelingen, waar het vandaag over gaat, maar ook soms... Zaken met instanties zijn goed om met elkaar te delen. Als het UWV weer eens moeilijk doet of iets dergelijks. Ja, daarvan heb je veel als je met lotgenoten spreekt. En met mensen die gesprekken begeleiden. Ja, ja, kan ik ook beamen. Ja. Bij mij is de polyneuropathie inderdaad mogelijk veroorzaakt door jarenlang B6. Ooit aanbevolen vanwege veel stress. Twee vragen. A. Is dit omkeerbaar? B. Ik begrijp nu dat er verschillende soorten B6 zijn. Kunt u daar wat van zeggen? Is het omkeerbaar? Wat we zien is dat mensen wel inderdaad een klachtenvermindering kunnen krijgen als het B6 weer normaal is. Maar dat hoeft helaas niet altijd het geval te zijn. En dat kun je niet voorspellen. En waarschijnlijk heeft dat ermee te maken inderdaad hoe lang die beschadiging van die zenuwvezels al heeft bestaan. Dus ja, dat is lastig in te schatten. Maar je hoopt toch met het wegnemen van die oorzaak dat in ieder geval ook niet erger gaat worden dan dat het al was. Dan de vraag over de verschillende soorten B6. Dat vind ik een beetje een lastige en dat weet ik om eerlijk te zeggen niet uit mijn hoofd. Dus daar zou ik nog even voor in de literatuur moeten kijken. Ik ga een reservevraag zoeken. Wie kan adviseren over divers medicijngebruik, voorgeschreven door verschillende specialisten, en de afstemming met algemene middelen zoals vitamines? Welke dokter moet je daar nou voor hebben? Kijk, natuurlijk is de huisarts is uw dokter, die weet wat u allemaal gebruikt. Hè. Die heeft het overzicht over alle medicijnen. Daarnaast, als u bijvoorbeeld bij één bepaalde specialist de medicijnen voorgeschreven heeft, kunnen die natuurlijk ook altijd eventjes raadplegen. En soms zal het zo zijn dat een arts zegt, ja, dan weet ik niet of dat samen kan. Nou, dan moet u zich niet mee af laten schepen. Dus zegt u gewoon van, ja, het is voor mijn eigen veiligheid. En wat een arts namelijk altijd kan doen, is even met de apotheker overleggen. Apothekers, die denken heel graag mee in een ziekenhuis, of je bepaalde stofjes beter wel of beter niet samen kunt gebruiken. Dus dat zou mijn tip zijn. Zeg dan gewoon tegen die dokter, nou, kan de apotheker anders niet eventjes meedenken? Dat is denk ik wel een nuttige tip. Ja. U gaf aan het begin aan dat bij dunne vezelneuropathie klachten kunnen ontstaan aan hart en darmen. Hoe bedoelt u dit precies? Ik heb zelf KIAP, maar klachten aan hart en darmen, en ik ben misselijk, zijn onderzocht, maar geen ontstekingen of zo. Ja, ik had het over de zenuwvezels in het lichaam. Hè. Dat is eigenlijk de bedrading. Je hebt zenuwvezels die spieren aansturen, de dikke zenuwvezels. En je hebt vezels die vanuit de huid naar de hersenen signalen over het gevoel doorgeven. Dat zijn bepaalde type dikke zenuwvezels en dunne zenuwvezels. Maar dan heb je tenslotte ook nog de zenuwvezels die van de hersenen naar de organen gaan en weer terug. En dat is een bepaald type dunne zenuwvezels. En bij mensen met een dunne zenuwvezelneuropathie, waarbij die zenuwvezels niet helemaal goed functioneren, kan er dus ook een ontregeling ontstaan in de aansturing van die organen. Dus de aansturing van het hart. Dus wat mensen dan kunnen hebben is dat ze bijvoorbeeld hartkloppingen krijgen en voelen dat het hart overslaat. En dat is dus niet zo dat ze dan een hartinfarct hebben, hè, of iets dergelijks, maar het is echt meer het ritme. Voor de darmen geldt dat mensen bijvoorbeeld wisselend diarree kunnen krijgen of juist obstipatie, moeite met de stoelgang. Verder moet u denken aan de aansturing van de speekselklieren, dat mensen een droge mond kunnen hebben, de ogen, droge ogen, transpireren kan veranderd zijn. Mensen kunnen duizelig zijn bij snel opstaan, omdat de bloeddruk niet helemaal goed stabiel blijft. En dat zijn eigenlijk allemaal zaken die vallen onder die autonome klachten. Wat we dus met name bij mensen met een dunne vezelneuropathie zien. Soms zien we bij mensen bijvoorbeeld met suikerziekte, die hebben dikke vezel en dunne vezelbeschadiging, dat zij ook die klachten hebben. Maar dat hangt dus een beetje van je type neuropathie af. En bij een KIAP verwacht je dat eigenlijk dus ook niet zo heel erg snel. Nee, maar je zou misschien KIAP kunnen hebben en ook iets aan je dunne vezels. Zeker, ja, dat kan zeker. Ja, ja. Ja. Hoe heet die behandeling met die virtual reality? En is
deel te nemen aan deze behandeling? Nou, daar kan ik wel op antwoorden. Er zijn twee leden van de diagnosewerkgroep, KIAP en MGUS PNP, die gaan deze behandeling, zodra het coronablokkade weg is, uitproberen. En die schrijven daar een stukje over in de nieuwsbrief van KIAP. Ja, ik ben erg benieuwd. Ja. Ja. Klopt het dat yoga, yin of herstelyoga, bevorderlijk is en de pijn vermindert? Ja, dat zijn eigenlijk therapieën die meer in de Oosterse geneeskunde zitten. Net als de acupunctuur heb je dit soort therapieën die van daaruit eigenlijk zijn ontstaan. Nu is het zo dat yoga in heel veel verschillende vormen voorkomt. In Nederland is het vaak als je yoga gaat doen, dat wordt gelet op je lichaamshouding. Gebruik je je spieren goed? Is je lichaam daarbij in balans? Maar soms kan het ook meer gericht zijn op meditatie. Dus dat je je aandacht op bepaalde dingen leert richten. En in die categorie zijn er wel aanwijzingen voor dat kan helpen. Dan zit je eigenlijk een beetje meer in de hoek van de gedragsmatige aanpak. Dus het valt zeker te overwegen om dat te doen. Het is niet gevaarlijk of iets dergelijks. Maar het effect, dat weten we nog niet helemaal zeker hoe goed dat zal zijn. Bent u bekend met cryotherapie en de effecten voor de nerveuze vezelneuropathie? Volgens mij is dat in zo'n koude cabine. Nee. Ja, dat is, ik denk het wel. Ik heb dat wel eens gehoord, inderdaad, dat mensen dat doen. En dan moet je volgens mij eerst ga je in een ruimte die niet extreem koud is. En dan daarna eentje die nog veel kouder is. En dat zou dan kunnen helpen. Dat is nog niet onderzocht bij mensen met een polyneuropathie. Ik denk dat hierbij wel geldt dat je ook wel je af moet vragen. Ja, zitten daar bepaalde risico's aan verbonden? Bijvoorbeeld mensen met hartklachten lijkt mij niet helemaal ideaal en dat soort zaken. Dus laat je daar eerst goed over informeren. Qua mechanisme kan ik me nog niet helemaal voorstellen hoe het werkt. Maar ja, misschien is dat iets wat wel goed is om in de toekomst uit te zoeken. Ja, ik geloof dat hierover ook iets stond in dat artikel in Contact van september 2019. Iemand dat had geprobeerd. Iemand dat had geprobeerd, ja. Ja, ja, dat klopt inderdaad, ja. 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 Is het normaal als het goed met je gaat om de medicatie helemaal te stoppen om te kijken of de CIDP is genezen? CIDP, dat is weer dat is dus die polyneuropathie waarbij het isolatielaagje van de zenuwen eigenlijk stuk is geraakt. En dat is door een reactie van het afweersysteem. Je kunt daar medicijnen voor geven. En wat inderdaad vaak gebeurt, is dat na een tijdje dat de arts zegt van nou laten we eens kijken als we het stoppen wat er dan gebeurt. Dus in het algemeen wordt dat wel gedaan. En bij sommige mensen leidt dat er gelukkig toe dat je het nooit meer hoeft te geven. En bij sommige mensen moet het helaas weer herstart worden. Dus dat is een mogelijkheid. Maar dat is goed om met de eigen neurologisch te bespreken of dat kan. Ja. Prima. Ik heb een spierergobehandeling gehad met depomedrol, wat erg goed heeft geholpen. Ik moest er wel 4 sessies van doorstaan voordat de pijn lang wegbleef. Kan ik eventueel deze behandelingen vaker ondergaan of raadt u dat af? Ja, ik weet natuurlijk niet zo goed om welk type polyneuropathie het hierbij specifiek gaat. Ik ken dat op zich niet bij polyneuropathieën. Dit middel is een middel waar een soort ontstekingsremmingachtige stof in zit, een soort prednisonachtige stof. Dus ik durf dat eigenlijk niet zo goed te zeggen. Ik denk dat daarvoor belangrijk is dat meer bekend is over om welk type aandoening het gaat en waar die injecties dan precies zijn gegeven. Dus misschien maar met eigen behandelaar overleg. Ja, dat lijkt me verstandig. Ja. Welke behandelingen behalve immunoglobuline zijn er nog voor CIDP? Naast immunoglobuline, wat het afweersysteem dus op een bepaalde wijze aanpakt, worden ook wel eens prednisonachtige middelen gegeven. Dan heb je dus echt de prednison zelf, maar je hebt ook de dexamethason. Dat zijn middelen die een goede tweede keus zijn. Verder wordt heel soms plasmaferese gegeven, waarbij eigenlijk het bloed een soort van wordt gezuiverd. En je hebt ook weer nieuwe middelen die het immuunsysteem, het afweersysteem aanpakken. Maar die immunoglobuline is toch wel de meest standaard behandeling samen met die prednisonachtige middelen. Ja, en dit zijn allemaal reguliere behandelingen. Ja, dat zijn allemaal reguliere behandelingen. Ik durf voor de CIDP niet zo heel goed te zeggen of daar specifieke alternatieve niet reguliere behandelingen goed voor werken. Want als je kijkt dus naar alle onderzoeken van niet reguliere behandelingen, worden die toch vaak bij meer de standaard polyneuropathie uitgevoerd. Dus dan zit je te denken aan de polyneuropathie bij suikerziekte of bij mensen met een KIAP. Dat zijn toch maar vaak de groepen waarbij die onderzoeken zijn gedaan. En waarschijnlijk omdat dat veel vaker voorkomt. CIDP is toch zeldzamer. Ja.
Heeft u ervaring met voedselmassage? Voedselmassage, ja, die stond ook in het rijtje, hè, met niet-reguliere therapeuten. Kan ik niet zo een patiënt herinneren die daar iets over heeft gezegd. Dus in dat opzicht durf ik dat niet zo goed te zeggen. En ja, wetenschappelijk gezien is er dus nog ook onvoldoende bewijs voor. Maar ja, in het algemeen zou ik daar ook niet echt iets op tegen hebben. Omdat het niet echt gevaarlijke bijwerkingen of iets dergelijks heeft. Oké. Er zijn steeds meer landen die medicinaal gebruik van cannabis wel als reguliere therapie erkennen. Mm-hmm. Ik gebruik het en heb er baat bij. Wat maakt dat dit in Nederland nog steeds op zoveel weerstand stuit? Ja, dat is toch waarschijnlijk omdat de meeste artsen zich heel erg vastklampen aan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. En dan ook echt dus dat gedegen wetenschappelijke onderzoek. Hè. Kijk, dat iets in een tijdschrift staat, betekent niet meteen dat het een goed onderzoek is. Dus je wilt er gewoon echt keihard bewijs voor hebben. Het is wel voor te schrijven in Nederland. Bijvoorbeeld bij bepaalde soorten pijn bij kanker weten we dat het wel effectief is gebleken in studies. Maar voor polyneuropathie en zenuwpijnen is dat nog erg wankel. En ik heb gisteren nogmaals een keertje gekeken van is er misschien nog een update daarover? Is er nog nieuws? Je hebt een bepaalde netwerk, dat is het Cochrane-netwerk. Die zetten altijd alle studies op een rijtje van de afgelopen tijd. Die vergelijken alles eerlijk met elkaar. En daaruit blijkt nog steeds dat er onvoldoende bewijs is om dat te adviseren. Dus dat is waarschijnlijk waarom veel artsen ook zullen zeggen, dan doen we dat maar niet. Nee. Kunnen fysiotherapeutische massages verlichting geven bij KIAP? Dat valt te proberen in ieder geval. Maar ik weet eigenlijk niet zo zeker hoeveel bewijs daarvoor is. Ik weet in ieder geval wel dat voor KIAP in het algemeen er wel een vergoeding is voor de fysiotherapie. Ja. Maar of dat nou specifiek in de massage zit, durf ik niet te zeggen. Ik weet wel, Spierziekte Nederland heeft wel ook brochures hè, voor mensen, voor de fysiotherapeut voor bepaalde aandoeningen. En daar staan dan wel bepaalde tips in welke oefeningen extra kunnen helpen en zinvol zijn bij de aandoening. Ja, er komt binnenkort ook nog eentje bij voor de langzaam progressieve spierziekten. En die zijn voor de polyneuropathie ook interessant. Ja, zeker. Ja. Ik heb KIAP en moet er dus ook mee leren leven. Is er ergens op de wereld een studie gaande waar men verwacht dat er een middel is gevonden zodat de zenuw zich weer herstelt? En zo ja, op welke termijn? Ja, nou, ik zit niet helemaal in alle studies die lopen voor de KIAP. Ik zit daarvoor meer in de dunne vezelneuropathie. Maar wat wel het lastige is bij een KIAP, is dat zit eigenlijk ook in het woord. Het is idiopathisch. En idiopathisch is eigenlijk een deftig woord voordat we niet weten wat de oorzaak is. En zolang je niet weet wat de oorzaak is, dan weet je ook niet precies welk mechanisme je aan moet pakken. En dat maakt het ingewikkeld. Dus ja, ik denk dat dat nog wel een klusje gaat zijn. Maar ik weet ook wel dat er wel veel collega's onderzoek naar doen. Hè. Bijvoorbeeld in Utrecht is natuurlijk een onderzoeksgroep die zich daar heel erg voor inzet. En in Rotterdam kijken ze daar ook naar. Dus misschien zijn er toch wel ontwikkelingen in. Ja. We blijven hopen. Ja, ja precies. Ik krijg nooit een bevredigend antwoord over spierversterkers. Of ze wel of niet toegepast worden en in welke vorm. Ja, ik heb een tijdje geleden met een sportarts bij ons in het ziekenhuis daar eens overleg over gehad. Omdat ik een patiënt had met een spieraandoening. Die zei van, kan ik niet van die supplementen gebruiken. Of in een sportschool en dergelijke. Hè. Tegenwoordig kun je veel gewoon vrij verkrijgen. En wat die aangaf is dat eigenlijk allemaal vaak geldklopperij is. En niet zo heel veel oplevert. En dat met name eiwitten in de voeding, goed kan zijn voor je spieropbouw en je spieronderhoud. Dus wat zij tegen mij zei toen die sportarts van, dan kun je beter nog gewoon wat extra kwark eten dan dat je al die supplementen gaat gebruiken. Dat is nog goedkoper ook. Ja, dat leek mij ook. Ja. Ja. Zijn Chinese kruiden aan te bevelen? Ja, dat zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten Chinese kruiden. Dus ook daarbij geldt, denk ik, dat je wel moet kijken van wat voor stofjes zitten daar precies in. En omdat die ook eventueel een wisselwerking kunnen hebben met de eigen medicijnen die mensen gebruiken. Maar ik weet dat er inderdaad bepaalde behandelaars zijn die daar wel voor kiezen om dat te geven en niet reguliere behandelaars. Maar ook daarvan is de werking dan nog niet aangetoond. En moet je voorzichtig zijn met de eventuele wisselwerking met je eigen medicijnen. Ja. Ik heb veel pijn als iemand me aanraakt. Is er iets op te bedenken op deze pijn?
Ja, want dat is natuurlijk wel heel erg vervelend, hè? Dat je gewone aanrakingen, dat die vervelend zijn. Dat zien we inderdaad vaker bij zenuwpijnen. Dat noemen we ook wel een allodynie, dat eigenlijk een normale aanraking, dat die pijnlijk is. En je hoopt eigenlijk dat met die zenuwpijnstillers, dat het daarbij minder wordt. Maar ja, zoals ik al zei, helpen die niet altijd. Soms kunnen daarbij dan bijvoorbeeld zo'n capsaicinecrème kan een beetje helpen, zo'n verdovende crème. Maar echt een wondermiddel daarvoor is er inderdaad helaas nog niet. Nee. Nee, inderdaad, helaas. We gaan naar de laatste vraag. Hoe denkt u over acupunctuur en het doen van medische tai chi oefeningen bij Kiap? Ik maak daar al 3 jaar gebruik van en denk er baat bij te hebben. Nou ja, in ieder geval is het goed om te horen dat deze persoon er baat bij heeft. En ja, dit zijn dus inderdaad van die geneeswijze alternatieve. Of niet reguliere behandeling. Ik vind het zelf ook lastig om ze uit elkaar te houden, de termen. Dat gebeurt mij ook steeds. Waarvan in ieder geval nog niet met zekerheid is aangetoond dat het helpt. Maar waarvan eigenlijk ook geen grote gevaren verwacht worden. Dus ja, als het helpt, ik zou zeggen, ga daar gewoon gerust mee door. Dat is in ieder geval fijn om te horen dat dat voor u heeft geholpen. Ja, ja. Nou, ook fijn dat u dat allemaal hebt willen delen. Daarmee is de laatste vraag beantwoord. We hopen dat we meer helderheid hebben kunnen verschaffen. Kijk dus nog even onderaan deze pagina naar de link van de checklist uit contact van 2019. Ik wil dokter Hoeymakers heel hartelijk bedanken voor het uitstekend beantwoorden van de vragen en het uitstekend voorbereiden. Ik wil de technische mensen Erik van Uden en Fim Layagou heel hartelijk bedanken. En ik wil ook u thuis heel hartelijk bedanken voor uw aandacht, voor het stellen van de vragen. Heel prettig weekend.